Australië verbiedt binnenkort het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Het is voorlopig nog een voorstel. De nieuwe wet moet nog passeren in het parlement. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het binnenkort een nieuwe realiteit in Australië. Ja, wat denk je, Wouter? Het verbieden van sociale media bij jongeren onder 16, een goed idee of niet? Heel eerlijk, als ik mijn mening mag geven, als je iets verbiedt, is het net zo aantrekkelijk en aanlokkelijk. Misschien is verbieden aan zich niet de oplossing, maar moeten we meer ook daar weer gaan sensibiliseren? Ja, je hebt een punt, hè. Maar ik denk wel dat we ons moeten bewust zijn van de kracht van sociale media en de verslaving daarvan. Dat is echt een dopamine-effect. En zeker bij jonge hersenen, dat lees ik dan toch overal, heeft dat echt ook een blijvende impact. Wat ik heel interessant vond, is bij het schrijven van de regeerakkoorden, nu al voor de Waalse regering, en de Franse gemeenschap en Vlaanderen, de twee deelstaten die eigenlijk bevoegd zijn voor onderwijs in dit land, is daar heel veel over gediscussieerd. En wat is daar uitgekomen? Franstalig België heeft eigenlijk sociale media, of liever het gebruik van smartphone in het algemeen zelfs, in heel het lager onderwijs verboden en ook voor een deel in het middelbaar al. Aan Vlaamse kant was men iets voorzichtiger, heeft men in het middelbaar het vrijgelaten, maar ook in het lager is het eigenlijk nu verboden om nog met smartphones rond te lopen. Ik denk dat dat voor heel veel leerkrachten een opluchting is. En tegelijkertijd wordt dat ook wel een uitdaging, want je hebt dan enerzijds thuis en anderzijds op school moet je dat gaan loskoppelen, maar je voelt wel dat er iets aan het bewegen is. En je voelt wel dat dat debat dat we eigenlijk tot nu toe niet gevoerd hebben, niet als ouders of als pedagogisch project, maar ook niet in de klaslokalen, dat men dat nu eigenlijk aan het op inlopen is. Terwijl je technologisch een instrument en een technologie en een techniek hebt losgelaten op die jonge generatie, die volgens mij al heel veel impact gehad heeft. En het is wel goed dat we dat aan het bijbenen zijn, denk ik. Want je hebt te veel voorbeelden al gehad, onder andere in Frankrijk, hè, van jongeren die toch echt gigantische impact krijgen. Ook heel negatief op hun leven zelfs. Hè, tot en met dat het kan leiden tot levenseinde. Omdat het gewoon zo alomvattend wordt voor hun. Hè. Ja, misschien heb ik het helemaal verkeerd, hoor. Maar je zegt er is wat aan het bewegen. Zouden die platformen dat ook voelen? Is dat bijvoorbeeld een reden waarom een Elon Musk nu heel geïnteresseerd is in de politiek en Trump gaat mee ondersteunen? Wil die op een of andere manier misschien al wat impact hebben op die politiek, maar ook voor zijn eigen winkel? Ja, ik denk Elon Musk is een beetje de omgekeerde. Is natuurlijk een apart figuur, ja, Elon Musk. De reden waarom hij X of Twitter heeft overgenomen was eigenlijk dat hij destijds mee verantwoordelijk was voor het oprichten, maar dan niet erin gestapt is, daar een andere visie op had. Maar de politieke strijd waar je naar verwijst in de Verenigde Staten is natuurlijk al langer bezig. Met name TikTok, die uiteindelijk toch Chinees is en voor een deel gecontroleerd door de Chinese overheid of het Chinese leger. Daar is al langer echt een heel zware discussie van moeten we dat gaan verbieden of niet. Wat tenminste aangeeft wat het geostrategisch belang ook is van die sociale mediakanalen. Europa, zoals altijd, moet daar eigenlijk een beetje achterop huppelen. Maar we hebben natuurlijk wel één ding dat zowel China als eigenlijk de VS niet heeft, als die Europese Commissie, en een wettelijk kader via Europa, dat eigenlijk veel sterker is dan wat men in de VS heeft. Daarvoor zie ik toch wel echt een clash de komende jaren. Zoals je oorlogen gehad hebt tussen de Europese Commissie en Microsoft en met Google en met Facebook over monopolievorming, ga je dat volgens mij ook straks gaan krijgen over hoe leg je regels op rond jeugd en sociale media, rond fake news en sociale media. De tijdperk van de permissiviteit of van de Far West is voorbij. En je voelt wel dat er maatschappelijk ook druk is om daar iets aan te gaan veranderen. Want het is met een reden dat die Australiërs die beslissing nemen, of zelfs de politici in ons land het doen. Hè. Het is omdat ouders of dat kiezers uiteindelijk daar ook wel blijkbaar gevoelig aan zijn en dat toejuichen. Want het is geen enkel politicus ter wereld die een beslissing neemt die niet ergens een draagvlak heeft. Dus het is wel aan het shiften, denk ik. Dat klopt. Tot zover de week voor deze week. Ja, ik dank jou nog even, Wouter, voor je expertise. En ik verwijs graag nog even naar je boek, De Val van België. Verkrijgbaar, ik denk, in de meeste boekhandels. Maar ze moeten er misschien snel bij zijn, want het is op een paar plekken al uitverkocht. Dus er komt natuurlijk wel nog een tweede druk die aangekondigd is. Dus even geduld dan. Er snel bij zijn is de boodschap. Ja, ik hoop dat je het naar je zin had. Ja, het was heel fijn. En tot zover de week voor deze week. Deze aflevering en onze podcast kan je trouwens herbekijken en herbeluisteren via de kanalen van Ment en Summit. Via sum-it.app of onze app voor iOS en Android. En daar kan je trouwens nog heel wat andere interessante podcasts terugvinden. Tot volgende week voor een nieuwe De Week.